Goedendag. Je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Bij de satellietfoto van kwart voor twaalf zien we dat een groot deel van Nederland volop zonneschijn had. Boven België waren veel wolken en ten noordoosten van Nederland waren er ook veel wolken. Dat is een mistveld wat via de Noordzee over de Waddeneilanden trok. De wolken vanuit België breiden zich verder over het land uit en kunnen lokaal een bui opleveren vanavond. Daarbij ligt de temperatuur rond de 15 graden. Ook vannacht kan er hier en daar nog een bui vallen. Op de meeste plaatsen is het droog en de minima liggen rond 10 graden. Opnieuw een zeer zachte nacht. 10 graden is bijna de normale maximum voor deze tijd van het jaar. Morgen wordt het nog veel warmer: 20 tot plaatselijk 23 graden. In de ochtend en middag is een lokale bui al mogelijk en daarna neemt de buigheid toe met kans op onweer. In het westen valt het mee. Zaterdag trekken de buien weg. Als middag schijnt de zon geregeld, wordt het 15 tot 20 graden. Zondag en maandag heeft de bewolking de overhand en gaat de temperatuur wat verder naar beneden, 15 tot 18 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.